Hallo, welkom bij deze video. Mijn naam is Astrid Davidson. Wellicht ken je me al. Mijn website is zoninjeleven.nl. En ik ben breinbemiddelaar en hypnotherapeut. En in deze video wil ik het eens hebben over hoe het toch komt dat er zoveel mensen last hebben van ziekte, van niet gelukkig zijn, van stress, van psychische problemen, burn-out raken, zich niet vervuld raken, last hebben van een midlife crisis. Nou, kortom, er zijn gewoon heel veel mensen die zich niet goed voelen in hun lichaam of in hun hoofd. En ik vraag me al geruime tijd af, en mijn werk bestaat daar ook uit, om te kijken naar de oorzaken waar dat aan ligt. En ik heb onlangs een heel interessant boek ontdekt en daar ben ik in bezig en dat wil ik vandaag ook met je delen. Ik kwam dit boek tegen, Meer brein, minder medicijn. En het is een boek dat heel veel wetenschappelijke bewijzen heeft verzameld. Deze schrijfster heeft het gedaan, Lisa Rankin heet ze. Wetenschappelijk bewijs dat je jezelf kunt genezen. En nu kwam ik bij een hoofdstuk uit waarin deze dame, een Amerikaanse dame die zelf ook jarenlang gewoon arts is geweest en op een gegeven moment verder ging zoeken omdat ze erachter kwam dat hoe de wetenschap omgaat met ziekte en genezing, dat niet altijd rijmde met haar ervaringen. En dat er heel veel onverklaarbare genezingen bijvoorbeeld niet uitgelegd konden worden volgens de concepten en de visie van de huidige stand van de wetenschap. En dat het ongemak wat dat bij heel veel mensen uit diezelfde wereld, zeg maar, het ongemak wat ze ervaren, dat maakt dat ze het vaak uit een soort gemakzucht dan maar alles wat niet past binnen de huidige visie onder het tapijt vegen. Want dingen als bijvoorbeeld onverklaarbare genezingen van ernstige ziektes, dat is gewoon heel lastig om dat uit te leggen conform de concepten die er bestaan. Nou goed, daar gaat het boek over. Maar waar ik je vandaag iets over wil vertellen is iets wat ik zelf ook de laatste jaren ben gaan doen in mijn intakes met mensen die bij mij coaching willen gaan doen of door mij begeleid willen worden. En dat is eigenlijk wanneer ik, voordat ik met ze afspreek, dat ik wil dat ze veel breder gaan nadenken en kijken naar hun leven dan sec het probleem waar ze mee komen. Dus stel, iemand heeft heel erg last van bepaalde paniekaanvallen bijvoorbeeld, of heeft hyperventilatie. Dan krijgt diegene van mij een intakeformulier van tevoren waar een aantal vragen op staan die veel breder gaan. En waarbij je je kunt afvragen van, wat heeft dit nou in hemelsnaam te maken met waar ik jou als dit voor benader? En het leuke is, ik kom ook in dit boek van deze Lisa, kom ik tegen dat zij ook hetzelfde is gaan doen. Heel lang heeft zij op een hele reguliere artsmanier patiënten gevraagd naar hun klachten, naar de symptomen. Tot ze er op een gegeven moment achter kwam en voor zichzelf ging concluderen dat de oorzaak van ziekte en je niet goed voelen en geestelijke problemen heel vaak met iets te maken kon hebben waar je wellicht in eerste instantie helemaal niet aan dacht. Wat mij ook zo frappeerde toen ik onlangs terugkwam van vakantie, was een onderzoek wat ik las, dat er was een bureau wat onderzoek deed onder ambtenaren en uit het onderzoek kwam naar voren dat 4 op de 10 ambtenaren vermoeid terugkomen van vakantie. 4 op de 10, die komen dus niet uitgerust en voelen zich niet energiek als ze weer gaan beginnen. Dat is bijna de helft. En nou was het toevallig een onderzoek onder ambtenaren, maar ik denk dat als je dit onder een andere groepering had onderzocht, dat de getallen wellicht vergelijkbaar zouden zijn. Want hoeveel mensen herkennen zich er niet in dat wanneer ze terugkomen van vakantie, dat ze binnen een dag weer voelen van, oh, het lijkt net alsof ik helemaal niet weg ben geweest. Nou, dat zette mij aan het denken. Ik denk van, dat is echt een groot probleem ook. Ik las een ander onderzoek deze week, of een opmerking dat arboartsen eigenlijk ook alarm slaan dat er vooral na de vakantie een enorme piek is in aantal mensen die met burn-out-achtige verschijnselen na hun vakantie aan de bel trekken. Dus
Als het al na de vakantie is, dan is er natuurlijk wel structureel iets mis. En deze Lisa Jenkins die heeft hier in een hoofdstuk waar ik hier beland ben, een aantal vragen opgeschreven die eigenlijk vergelijkbaar zijn met de vragen die ik eigenlijk ook al een hele tijd stel aan mensen. En die wil ik eens met je delen, want ook als je nog niet of überhaupt niet van plan bent om je te laten coachen of daar misschien het geld niet voor hebt, zijn dit vragen die, wanneer je daar eens heel eerlijk over gaat nadenken, jou wel zeker kunnen helpen om te achterhalen waarom jij problemen ervaart, waarom jij ziekte ervaart, waarom jij angsten ervaart. Want het zet je aan het denken. En ik zie ziekte en angsten en al dat soort zaken niet meer, vroeger wel, maar nu niet meer, als een vijand. Maar ik zie het als eigenlijk helpende krachten en manieren waarop jouw lichaam of jouw geest proberen jou helder te laten krijgen dat er iets niet klopt in je leven. Nou, ik wil deze vragen graag met je delen, want ik denk dat heel veel mensen erbij gebaat kunnen zijn. En misschien moet je dat ook doen, deze vragen gewoon eens even meeschrijven. En dan een moment nemen, straks of later, of een heel ander moment, dat je er echt eens even voor gaat zitten. En dus even heel eerlijk vanuit je hart antwoord gaat geven. Om te kijken wat eruit komt. De conclusie kan zijn dat je best wel heel erg schrikt van de antwoorden. En het kan ook zijn dat je denkt van, oh jeetje, maar ik kan hier helemaal niks mee. En dat je juist in de angst schiet. Maar daar kom ik straks nog wel even op. Want ook daar is wel weer wat aan te doen. Maar laat me nu even met het begin beginnen. Zij noemt dit hoofdstuk een radicaal nieuwe manier van patiënteninteek. En ik zal het eens even voorlezen. Ze schrijft. Ik begon diep te graven in de persoonlijke levens van mijn patiënten. En ik stelde hun vragen waar de meeste artsen nooit bij stil hadden gestaan. Zoals. Is er iets wat je tegenhoudt om je meest authentieke, vitale jij te zijn? En zo ja, wat houd je dan tegen? Dus dat is een hele belangrijke eerste vraag. Is er iets wat je tegenhoudt om je meest authentieke, vitale jij te zijn? En zo ja, als dat dus zo is, wat houd je tegen? Een tweede vraag. Wat vind jij goed en mooi aan jezelf? Wat vind je goed en mooi aan jezelf? Derde. Wat ontbreekt er in jouw leven? Wat ontbreekt er in jouw leven? De vierde vraag. Wat waardeer jij in jouw leven? Wat waardeer jij in jouw leven? En vraag 5. Heb jij een relatie? Heb jij een relatie? En als dat zo is, ben je daar dan gelukkig mee? En zo niet, zou je dan een relatie willen? Ik zet heel even de video stil, zodat het geluid van buiten van diegene die niet gelukkig is, eventjes ook stilgezet kan worden. Moment. Oké, dat kindje buiten was wel heel hard gevallen, dus nu kan ik ongestoord verder. De relatievraag heb ik gehad. Volgende vraag. Ik denk dat ik bij 6 ben. Ben je tevreden met je werk? Ben je tevreden met je werk? De volgende vraag. Heb je het gevoel dat jij in contact staat met je levensdoel? Dus heb jij het gevoel dat je in contact staat met je levensdoel? De volgende vraag. Voel je je seksueel voldaan? Het zij met een partner of wel met jezelf? Dus hoe is het met jouw seksuele voldoening? Gebruik je, volgende vraag, je creativiteit? Gebruik jij je creativiteit? En zo ja, hoe doe je dat dan? En zo nee, voel je je dan creatief geblokkeerd? Alsof je iets heel graag naar buiten wil? Dus hoe zit het met je creativiteit? Uit je die? Zo ja, hoe? En zo nee, voelt het geblokkeerd? Heb je het idee dat er wel iets naar buiten wil? Voel je je financieel gezond? Of is geld juist een stressfactor in jouw leven? Voel jij je financieel gezond of is geld juist een stressfactor in jouw leven? En dan nog een hele mooie algemene laatste vraag. Stel, als een of andere goede fee één ding aan jouw leven kon veranderen, wat zou jij dan wensen? Dus als de goede fee iets mocht veranderen in jouw leven, maakt niet uit wat, no limits, geen grenzen. Wat zou jij dan wensen?
En ik zie dat ik er nog geen heb overgeslagen. Welke regels volg je nu op die je eigenlijk liever zou willen overtreden? Dat vind ik zelf een hele leuke vraag. Die staat niet in mijn intakeformulier. Misschien neem ik hem wel op. Welke regels volg jij op die je liever zou overtreden? En dan geeft Lisa Jenkins aan dat ze ontdekte dat de antwoorden van haar patiënten haar vaak meer inzicht gaven in de vraag waarom ze ziek waren, dan welke labtest, medisch dossier of röntgenfoto dan ook. De diagnose was heel vaak kristalhelder op een manier die vroeger ontbrak. Vroeger in de tijd dat ze niet deze vragen stelden. Weet je, wanneer je mensen ook eigenlijk recht op de man af vraagt, hè, bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Wat is het, denk jij, wanneer je diep van binnen naar je intuïtie luistert, wat jou ziek heeft gemaakt? Dan komen er vaak wel antwoorden. Dan gaan ze dieper, dan gaan ze verder kijken dan de diagnose en de mening, opinie van een dokter of andere specialisten. Dan gaan ze bij zichzelf te raden. En dan komen er heel vaak hele duidelijke richtingen. Zo ken ik iemand, een man in mijn omgeving, die jarenlang getroffen werd door zaadbalkanker. En die van begin af aan heeft gezegd, ik voel gewoon dat mijn liefdesverdriet over mijn verbroken relatie zich heeft vastgezet in mijn ballen. Dus dat de kanker is. Dat is gewoon het verdriet. En daar was hij heel stellig in. Daar keek ik toen heel erg van op, want ik dacht toen nog helemaal niet op die manier. Maar zo zijn er gewoon heel veel dingen die ons dwars zitten. En kijk eens in wat voor wereld we leven, in wat voor maatschappij. En leg nu eens de relatie met die 4 op de 10 ambtenaren die moe terugkomen. Hoe voldaan zijn die? Hoe gelukkig zijn die thuis? Werk en privé, als je via je werk begeleiding krijgt om weer zo snel mogelijk actief, hè, als je bijvoorbeeld uitgevallen bent, 100% aan het werk te gaan. Dan wordt lang niet altijd in elk traject ook gekeken naar jou als geheel persoon. Wordt heel vaak ingezoomd op de stress op het werk. Wordt gekeken of daar de taken lichter kunnen, of je mailtjes anders moet organiseren. Nou, ik bagatelliseer wellicht een beetje, maar wie neemt nou echt het hele grote plaatje mee? En ik denk dat het belangrijk is als de mensen en de specialisten om jou heen dat hele grote plaatje misschien nog niet allemaal even helder hebben. Dat het goed is dat je zelf die kennis hebt, zodat je zelf in ieder geval de verantwoordelijkheid voor jezelf kunt nemen. En jezelf wel over de gehele breedte van je leven eens even onder de loep leggen. En eens kijken van, hé, wat speelt er eigenlijk allemaal in mijn leven en waar zit het helemaal niet goed? En dan kun je namelijk ook de hulp breder gaan zoeken dan op het specifieke gebied. Want veel te vaak willen we gewoon een quick fix. En dan gaat het wel weer even om vervolgens na korte tijd weer helemaal terug bij af te zijn of opnieuw in te storten. Of weer ziek te worden. Dus ik hoop dat ik je met deze video aan het denken zet. Wil je reageren? Heb je vragen? Wil je begeleiding? Kan ik iets voor je doen? Stuur een mailtje astrid@zonnieleven.nl en ik beantwoord al je vragen heel graag. Heb een fijne dag.